Wie op donderdag 7 maart rond 6:45 naar de nieuwe voorgevel van het station Rotterdam keek, zag de letters Centraal Station voor het eerst aanlichten. De letters werden op dat moment door wethouder Jeannette Boyeu, raadslid Leo Bruin en voormalig raadslid Henk Sonneveld van stroom voorzien. Voortaan prijken de bekende letters weer naast de oude stationsklok op de gevel aan de centrumzijde.